We gaan naar de volgende presentatie. Door Twan, Jesper, Elsa, Femke en Maud. En het gebeurt niet vaak dat we een vijftal hebben die een meesterproef doet. We hebben een grote groep en dat is niet voor niks. Het was een flink groot onderzoek waar deze groep zich in vastgebeten heeft. Een scheikundig onderzoek voor een forensisch onderzoeksbureau, Forensica heet het. En ditzelfde onderzoeksbureau heeft ook vorig jaar bij ons een meesterproef weggezet, om het zo te zeggen. En dat is zo goed bevallen dat Forensica graag dit jaar weer van de partij was. En dan zijn wij ook de lulligste niet. Dus we hebben het team flink opgeschaald naar maar liefst 5 deelnemers. En deze leerlingen gaan nu graag laten zien hoeveel bereikt kan worden met goede samenwerking. Er is een misdaad gepleegd. De beste manier om de dader te vinden is door een vingerafdruk te onderzoeken. Dit doen wij door middel van een Nini-Dringen-oplossing. Zouden de lichten in de zaal uit mogen? Mogen de lichten weer aan? Dit is hoe het proces tegenwoordig wordt uitgevoerd. Dit gebeurt door middel van de Nini-Dringen-oplossing. Het kost alleen veel tijd voordat de vingerafdruk zichtbaar wordt en je krijgt niet altijd de optimale vingerafdruk. Samen met het bedrijf Forensica zijn we op zoek gegaan naar de beste methode om een vingerafdruk zichtbaar te krijgen door middel van de Nini-Dringen-oplossing. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van een standaardoplossing die door onze opdrachtgever de heer Dankens is vastgesteld. Je lost daarbij 1 gram Nini-Drine op in 100 ml ethanol. Dat heeft de heer Dankens gebruikt. Daarnaast wordt de vingerafdruk geconserveerd bij een kamertemperatuur en onder een luchtdruk van luchtvochtigheid van ongeveer 65%. Het liefst in een donkere kamer, zodat het proces iets sneller kan plaatsvinden. Ons idee is daarbij om de standaardprocedure aan te passen. En wij hebben onderzoek gedaan naar 5 verschillende parameters. Nou ja, parameters die staan al op het bord. Want dat is het oplosmiddel, zoals u hier ziet. De concentratie, de luchtvochtigheid en de invloed van het licht. Wij hebben gekeken naar verschillende oplosmiddelen. Zo hebben we gekeken naar aceton, maar ook naar ethanol uiteraard. En wij hebben geconstateerd dat ethanol inderdaad de beste oplossing was voor het aantonen van vingerafdrukken. Wij hebben ook gekeken naar de concentratie. De concentratie die meneer Dankens gebruikte als 1 gram op 100 ml was een uitstekende concentratie. Want bij een meer of bij een grotere concentratie of bij een lagere concentratie was het even goed zichtbaar. Wel is gebleken dat bij een hoge of lage luchtvochtigheid dat het geen effect heeft. Want de hoge luchtvochtigheid houdt in dat er veel vocht in de lucht zit. En daardoor worden de vingerafdrukken helaas niet duidelijk zichtbaar. Bij een lage luchtvochtigheid is het zo dat de lucht te droog is, waardoor de vingerafdruk moeilijk op het papier zichtbaar kan worden. Wij hebben ook onderzoek gedaan naar verschillende soorten licht. Wij hebben gekeken naar daglicht. Heeft dat zo zijn invloed op de werking van op het verschijnen van de vingerafdruk? Maar ook of groen licht, TL-licht, rood licht of andere soorten licht invloed hebben. Wij zijn erop uitgekomen dat groen licht voor ons de beste oplossing geeft. En daarvoor laat ik nu de volgende resultaten zien. Links ziet u de standaardproef van de heer Dankens. Die hebben wij uitgevoerd zoals de standaardprocedure net aangaf. Gewoon in het donker. En hier rechts kunt u onze standaardproef zien. En daarbij hebben we dus eigenlijk alleen de lichtsoort hebben gevarieerd naar groen licht. En daaruit blijkt dus dat op de verschillende eisen waar een vingerafdruk aan moet voldoen, dat die toch wel duidelijker zichtbaar zijn en voor ons zelfs zo duidelijk dat wij dus aan zullen raden om groen licht te gaan gebruiken. Bij het volgende filmpje willen wij laten zien hoe onze procedure in werking is gegaan. Mogen de licht uit?
hier ziet u langzaam al een vingerafdruk ontstaan. Is een proces geweest van 4 uur. En om die 4 uur te verkorten hebben we dus een versneld filmpje gemaakt. In dat filmpje was duidelijk te zien dat de vingerafdrukken zichtbaar werden. Wanneer u ze tijdens gewoon licht zult zien, dan zijn ze duidelijker zichtbaar dan op het moment dat het gefilmd is. Omdat het in een donkere ruimte gefilmd is, waarbij dus alleen groen licht op de vingerafdruk werd geschenen. Nou, tenslotte wouden we nog een aantal mensen bedanken die ons hebben geholpen tijdens dit proces. Als eerste natuurlijk onze opdrachtgever, de heer Dankes, die ons met zijn expertise op het gebied van forensisch onderzoek heel erg heeft geholpen. Daarnaast willen onze docent, meneer Bart Ommel, natuurlijk heel erg bedanken, die ons het hele proces heeft geholpen en ons heeft geholpen met dingen die we niet snapten en toch nog heeft uitgelegd. En als laatste onze technische ondersteuningen die daar zitten, helemaal in het donker, hartstikke jammer, maar meneer Te Dengen en meneer Hesseling. Wil u bedanken voor het kijken naar de presentatie. Zijn er nog vragen? Waar zie ik vingers? Kom maar op. Ik zal de microfoon vasthouden. Dan hoef je niet je vingerafdruk achter te laten. Dus die stelling kan ik vastgeven. Ja, achterin. Mooi. Dames eerst. Op basis waarvan komt nou die vingerafdruk tevoorschijn? Wat doet dat ethanol en die methylitrine? Wat doet dat nou met die vingerafdruk? De niacinamide die reageert met de aminozuren die de vinger achterlaat. En die reactie die geeft een bepaalde kleur weer, waardoor zeg maar, de vingerafdruk zichtbaar wordt op het papier. Ik had nog een vraagje over dat groene licht. Is dat een groen ledje? Of is dat een groen geverfde gloeilamp? Of is dat een telbuis met groen papier eroverheen? Wat voor groen licht hebben we het nu over? Wij hebben in dit geval gebruik gemaakt van een groene ledlamp. We hebben verschillende onderzoeken gedaan naar het groene licht. Het gaat erom dat die in het spectrum van groen licht valt. Dus dat valt volgens mij in mijn hoofd tussen de 520 nanometer en de 730 nanometer. En alles wat er tussenin zit qua groen licht, geeft dan een positief effect op je vingerafdruk. Oké, dankjewel. Ja, mooi verhaal. Goede uitleg ook tot zover. Ik vroeg me eigenlijk af, zou je nog durven zeggen waarom dat groene licht dan zoveel beter is dan die andere? Dat die beter is, dat is duidelijk. Dat punt hebben jullie duidelijk gemaakt, dat is goed overgekomen. Ja, we hebben gekeken naar de verschillende eisen die gesteld worden aan de vingerafdruk. En op verschillende bronnen die we gebruikt hebben voor ons vooronderzoek, werd groen licht aangeraden, maar werd nooit aangegeven waarom groen licht nou de beste keuze was. En voor ons onderzoek hebben wij daar een rekening gehouden. En aan de hand van dus de verschillende eisen die eraan gesteld werden, was dus uiteindelijk wel duidelijk dat voor ons groen de beste oplossing was. En we hebben de verschillen hebben ook bekeken met rood licht, groen, met rood licht, TL-licht en daglicht. Maar daaruit bleek toch dat die minder sterk oogde op de verschillende eisen die aan de vingerafdruk voldoen. Els wil even aanvullen voor. Dit is dus ook een aanbeveling voor als mensen verder gaan met dit onderwerp en als mensen het echt willen uitproberen om dat verder te onderzoeken, omdat wij daar met wat we onze kennis eigenlijk niet heel veel mee konden. En dan moet je ook de natuurkundige kant op en niet alleen de scheikundige. Natuurkunde kan ook leuk zijn. Ja, eigenlijk in vervolg hierop. Groene leds geven meer licht dan een TL-balk in die lichtfrequentie. Het heeft met intensiteit te maken, naar jullie mening, of te maken alleen met golflengte? In ons onderzoek hebben we meer op de golflengte, maar we hebben eigenlijk gewoon een soort van kermisachtig lichtje, die grootte is het, zeg maar. We hebben niet echt onderzoek gedaan naar hoe groot het licht was of hoe klein, maar gewoon naar de aantal nanometers, zeg maar. Oké, golflengte. Dus je weet niet hoeveel lumen erop gaan, verschillende kleuren? Als ik hier eerlijk ben, nee, dat weet ik niet.
heel eerlijk moet je zijn, zeker bij onderzoek. Hè? Of, nog een vraag? Laatste? Ja? Kom niet op. Ik vroeg me af, hebben jullie het geprobeerd op verschillende ondergronden en heeft het daarmee ook nog het licht en de keuze van het licht mee te maken? Nee, we hebben niet verschillende ondergronden gebruikt, want we wilden juist overal hetzelfde gebruiken, zodat je zeg maar bij alles dezelfde standaard procedure hebt en dat je meer kijkt naar echt de elementen die we hebben gebruikt en onderzocht. En om andere ondergronden aan te tonen, is het ook nog van belang dat je ook verschillende soorten stoffen hebt. Want ninidrine werkt alleen op papier, daarbij worden alleen de vingerafdrukken op papier zichtbaar. Maar heb je bijvoorbeeld op glas staan of op een ander stukje materiaal, dan wordt al snel koolstof gebruikt in de poedervorm, zodat de vingerafdruk daarmee zichtbaar kan worden gemaakt. Dankjewel jongens, super graag. Mooi gedaan.